Goeiedag en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Never Have I Ever. Ik ben hier zo met... Ralitza. En ik ben hier zo met... Roche. Ja! Is niet onbekend. Dat is ook niet. Hoe zou je? Hoe zou Roche daar? Ja, maar goed. Oh, daar. Ja. Sorry. Oké, okay, Roche en Ralitza. Hebben jullie ooit Never Have I Ever gespeeld? Nee. Ja, op pintjes en zo, yes. Met alcohol. Ja. Oké, okay. Wel, ik ga even de regels voorlezen. Oké. Er worden een paar vragen gesteld en de persoon die als eerst 5 keer als antwoord I have geeft, heeft dan de ronde verloren. Er zijn 2 rondes namelijk, weet je? Yes. Soms kan het naar 3 gaan, dus only. Oh. Maar, we hebben een traditie hier, hè? Voordat we beginnen. Gaan we een paar shotjes nemen, weet je? Ik heb alcohol erbij. We gaan het moeten. Eigenlijk drink ik geen alcohol. Ik ga drinken alcohol. Ik drink geen alcohol. Ik zou iets aan. Lala, laat die was om mijn bier in na een boom. Look, ik ben hier weer. Ik drink cash. Breed alsjeblieft de shotjes. Ik doe de shotjes alsjeblieft. Yes. Ik hier al dit. Ja. Op 3. 1, 2, 3. Oh. Rustig. Nee hoor. Zo. Zo. De eerste vraag. Yes. Nooit heb ik ooit ondeugende foto's gestuurd van mijn partner. Is rustig, mijn partner. Het hoeft geen Alexa te zijn, het hoeft geen Roche te zijn. Misschien... Ja, het is van vroeger. Nee, van vroeger ook. We gaan een beetje spannend. Oh, huidige. Maar ik laat het zeggen, als ik had gezegd huidige, dan had ik iets aan. Maar ik heb het niet over partner, dus. Oké. Okay. I have. Is dat naakte foto? Ah, jullie zo. Ja, man. Oh. Ja. Je wil niet weten? You naughty, naughty. Het ik staan te gewoon. Ja toch, model. Big plus. Nice. Plus 6! Ja, ook Rally. Huh? Hola, dan het daar. Ja, het is zinnig. Zinnig. Oké, tweede vraag. Nooit heb ik iemand gekust die ik niet kende. Je bedoelt gewoon een stranger over straat of zo? Misschien zijn jullie een vriendengroep, maar jullie kennen elkaar. Dus niet een vriendengroep, dus jullie kennen. Dus mensen komen gewoon met andere mensen. Dus ja. Je vrienden komen met andere mensen. En je zoekt iemand? Ja. Normaal. Dat je wel toen zie. Dus met andere woorden, dat je wilt. Huh? Go well. Welkom naar trekje Alif. Oké, maar hoe was de ervaring? Dus je bedoelt gewoon, like, iemand is gewoon gekomen. Nee, maar die kennen we zijn nog best een bad persoon. Gewoon, je kent de persoon niet. Ja, misschien ooit eens in een dansje, je weet toch. Ooit eens, is dat boom boom. Maar dan was je dus ook niet bang voor de... Wat is dat? Dan is er misschien een zo'n STDR. Nee, niet zo ver ben ik gegaan. Nee. Gewoon dan ooit aan. Je moet alles opzetten. Soms is hij dus aan. Ik weet dat bril doen, maar she's aan. You, she's aan? Ja. You. Hey. Hey, god. Hey. Oké, okay, maar Ali, dat is nooit gebeurd. Even niet, maar liever nooit een poging gaan maken om even een beetje gewoon random niet op te zo. Of zo. En dat je op zo'n fucking wat gebeurt er met jou zo. Dat is een beetje. Araka wel. Ja, dat is een ja, toch? Goed zo. Nou, kijk, ik ga gewoon rustig. Nooit ben ik ooit tijdens het kijken naar een film in slaap gevallen. All day, every day. Ja, dan ben je normaal ook hoeveel. Ik snap het. Oh, man, daar loop je wel aan. Ik ga gewoon kijken naar een film. Ja,
hype. Hoe ben ik in slaap gegaan? Dat kindje komt in mijn zak. Yes, Ribi. Ja, mooi, ik ken dat. Vooral bij afgelopen is dat wat heel erg naar kijken. Ja. Ja. Ik ook al, ik kan niet best. Maar ik ben niet. Oké. Okay. Nooit heb ik ooit telefoonseks gehad. En dan heb ik dat misschien voor. We gaan dus telefoonseks. Sir. Wat? Sir. Ik wil even concreet weten. Ik kan je weten. Alrighty then. Oh ja, is ook dit hoor, ja. Wat is er aan jou? Wat is er aan jou? Zijn jullie normaal? Ja. Maar gebeuren deze dingen regelmatig of... Ja, gewoon regelmatig. Om het gewoon leuk te houden. Ja, als je in een relatie bent, is het spannend. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik ben het. Dus je moet voor alles proberen, hè? Ja, voor alles. Voor alles. Iemand zei dat. Iemand zei dat. Iemand zei dat. Nou, broer. Wat heb je dadelijk? Hij is niet ver van je. Nooit heb ik ooit. Hoe moet ik eerst vragen? Nooit heb ik ooit. Een orgasme gefaked. Nooit. Maar ik bedoel van... Is hij achtergekomen? Niet daarachter gekomen? Ik denk het niet. Denk het niet. Niet met hem. Nee, ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Oké, okay, we kunnen stappen. Ja, we kunnen stappen. Ja, hey. Ja. Nooit als je in een fake no one. No, man. Nooit. Jullie ligt mijn ding mee, is een beetje moeilijk toch? Voor een vrouw is het een beetje makkelijker. Zeker niet doen. Je tof. Maar ik heb niets gezegd, mensen. Nooit heb ik ooit in een auto seks gehad. Is dat? Ja, maar ik probeer hier gewoon wat te hebben. Daar gaan we kijken. Nee, we gaan niet kijken. Dat is gewoon ex. Dus je krijgt gewoon een code en dan moet je gewoon voeren op de TV. Een auto. Tja. Wat zal ik zeggen? Ik weet dat deze dingen regelmatig gebeuren. Dat is heel niet meer. Ja, moeilijk. Dat is hem gewoon. Ja. Oké. Prima. Prefereren jullie dat liever of gewoon maar bed, om in het bed gewoon? Ja, ja toch, meer spatie bed. Toch? Meer spatie. Maar je kan dat big ik wat ja, ik jou tje, ik jou smara. Vooral bijvoorbeeld deze door je stalet. Ja, ja. En je weet ook voor welke stalet ik heb. Ja, klopt! Want ik ga voor jullie kruis. Ik ga maar laten kijken. Maar goed, Rashi, ik ben deze ronde verloren. Toch? Hey boy. Wacht, je hoort die zeggen, ik ben zo. Realiseer, Lassie. Hoe bedoel je? Nee, het kan niet. Oké. Ik wil het wel. Hoezo? Ik dacht me goed. Ja. Ja. Hoe bedoel je? Alexa. Ik heb deze ronde verloren. Heb je goed geteld? Heel miraculeus. Heel miraculeus. Ik ben naar de kerk, hè? Ik weet precies welke vraag. Maar je hebt gekild. En het is eigenlijk een oneerlijke vraag. Mag ik niks zeggen. Je bent zo'n loser. Dat is wel niet. Je mag een shotje in ieder geval. Drinken, yes. Oké. Okay. Mooi. Is dat nu gaan we, weet je? Nou, speed things up, guys. Ja, ja. Gaan we zien? Ronde 2. Oké, ronde 2. Tweede ronde. Gewoon, je moet niet zeggen ronde 2. Maar de tweede ronde. Ja? Zo. Kijk welke vraag ik ga stellen, hoor. Zo. Nooit heb ik ooit
met een collega gaan slapen. Doe saai! Bro. No, man. Isa. Kijk, dit is oneerlijk. Damn! Oh! Jouw is dat boy, joh! Doe niet alsof je het niet weet. Oh ja, dit hoor je nog. Ja, ja, ja. Ja. Huh? Overal waar hij heeft gewerkt. Is niet waar. Is niet waar. Is niet waar. Oei, oei. De meeste plek. Allemaal. Is niet waar. Is maar één plek waar ik heb gewerkt. Oké. Okay. Ja, is goed. Is goed. Op zich twee. Okay. Ja, is goed. Nee, drie. Nee, twee. Is twee. Definitief. Gewoon twee. Twee. Oké, prima. Was het een leuke ervaring? De laatste wel. De laatste wel. Ja. Oké. Ja. Ja, we zijn ook collega's. Maar die is iets speciaal. Oké. Isa. Nooit heb ik ooit handboeien of andere werktuigen. Ik moet zeggen speeltjes. Hoor. Speeltjes. Begrijp het voor een keer. Keertje. Speeltjes. Gebruikt. Tijdens. Sexy time. Sexy time. Wat is jouw idee nu aan toe handboeien? Ja, tuurlijk. Zie je toch, dat ding moet je spannen toch? Yeah, boy. Niet te veel in details. Zullen we het hierbij laten? Maar ik wil wel. Ja, het is goed. Is nodig, toch? Ja. Het is spannend. Het is spannend. Toch, Rally? Ja. Kijk, soms kan het voorkomen dat jij iemand, weet je toch, sexy time hebben. Ja. Jullie zijn het gewend om op die manier te doen. Ja, soms iemand spice aan. Ja, dat klopt. Om dus echt even op te vleren. Hey, dat klopt. Ik ben het eens met je. Ja. Ben jij het ook eens met hem? Tuurlijk! Isa! Ja man! Hi boy! Nooit heb ik ooit een trio gehad. Eerlijk. Ik dacht niet dat nooit. Ik dacht, dat is shit. Dus je wil gewoon jokken van me. Nee, ik jok niet voor jou. Die persoon die vraag heeft opgesteld, hè? Ja. Oké. Driesom. Ja. Hoe kan dat wel? Ja, maar toch, dat is ook iets om. Je weet toch. Het is wat gewoon als. Het wordt gewoon gedaan als je partner het niet eens is. Of maar niet speciaal partner te zijn als het voor je partner is gebeurd. Ook niet. Ja. Dat kan ook gewoon. Ja, dat is niet erg. Dat is zo hoor. Als jullie een agreement zijn met elkaar, waarom niet? Het is wel zwaar werk, hè? Nee. Ik vraag hoor. Nee. Het is wel zwaar werk. Het is dubbel aan het werk. Het is dubbel aan het werk. Maar we zitten ook aan mijn energie. Sabi toch? Eetang. Nooit heb ik ooit seksposities gegoogeld. Bro. Google. Bro, we do that. Ik ken papa. Wat is dat Google? Hoe bedoel je Google? Ik Google hoor. Je Google? Google like yeah. Pornhub Googlen of gewoon op Google nee, sex positions Googlen. Ik heb een goed punt daar zo. Maar laten we gewoon op sex positions gewoon Googlen. Gewoon, je gaat op Google sex positions. You can use in the bedroom. No, what the fuck? Ik heb een nee, zetten. No. Maar dan porno gaat, zo laat ik echt niet. Ja, zo ja, so porno ook drie. Ja, porno ook. Ja, hij had het al bij dus. Ja, dat wel. In dat geval dat wel. Soms een dikke les toch? Ja, als geloof. Doet geen kwaad. Hey boy. Isa. Hey boy. Als je papa lukt, dan heb je man. Dit is mijn pas toe. Dit is een goede vraag, no? Oké, nou, we hebben een break aan tijd. Heb ik ooit
nou, ik was bang. Achteraan met aan je voor taki. Ik heb gewoon een simpel. Nooit heb ik ooit geloofd in aliens. What the fuck? Oh shit, ik mag dat niet zeggen. Nee, nee. Ik zal die vraag. Zal het aan? Ik ben zo blij bij aliens. Wat zei je? Oké, maar jullie mogen van mij sowieso een liarspest krijgen. Je dacht, ik mag Leo al eens. Nou, meneer Leo. Maar iedereen heeft dat toch ooit gedaan? Dat telt niet echt. Ja, dat telt ook. Boy. Present time. Ja, nee. I have. Oké, maar dan maar weer. Dus waarom? Maar nog steeds. Ja, op zich wel. Op zich wel? Dat kan. Het universum is echt goed. Ja, dat is groot. Ja, precies. Ik denk dat jullie de enige mensen kunnen zijn op een planeet. Sowieso niet. Ja, het is een possibility. Ja. Ja, hallo. Hey! Wat is dat nou? Esan. Ik zie dat nee. Ik zie wel wat aan. Ik zie dat nee. Durf me vooral daar zo. Ik kan het niet dat jullie beiden hebben verloren. Ik kan me ook niet voorstellen. Ik kan me echt niet voorstellen. Of is het gewoon dat jullie het opzettelijk moeten zetten? Nee! Ik denk dat die teller niet klopt. Nee, die teller klopt niet, hè. Maar jullie moeten beide een shot nemen. Oké. Alsjeblieft. Hi boy. Broad daylight. Op drie, mag zitten, hè? Ja, toch. Tel me. 1, 2, 3, squat. Jezus, man. Zo, Rally heeft verloren. Prachy, ik weet niet. Je mag sowieso een challenge bedenken voor. Ja, toch. Zo. Okay. Ja, Rally, je mag je challenge. Oh, zo. Wat je wil dat ze moet doen. Ik heb iets goed in mijn. Je moet je neef bellen, toch? Vertellen dat je hebt gevochten met mij, toch? En dat je me hebt gestoken. En je andere neef is ook daar. Maar jullie weten niet wat jullie moeten doen nu. Want ik lig op de grond. En dan vraag je het wat. Zo violent! Ja, toch? Ja. Dat is gewoon een prik. Ja, dus gaat die gang. Wat ze opneemt. Ja, dat is wel leuk. Kijk hoe ze gaat gillen. Hallo! Naas! Jawel? Wat doe je? Ik ga met Rally. Er is iets gebeurd. Ik heb iets gedaan, Janice is hier, maar ik weet niet, we weten niet wat we moeten doen. Wat heb je gedaan? Roger en ik hebben gevochten. En ik weet dat. Nee, ik zweer, Najera, ik beef en al, Janice is hier. En we weten echt niet wat we moeten doen. Ik heb Janice gebeld omdat ze vlak hier is. Maar we weten echt niet wat we moeten doen. Ik heb gevochten met Roger. En ik heb een mes gepakt en ik heb hem gestoken. Maar ik weet niet, hij beweegt niet, er is bloed, er is dit, Najera, ik zweer, Najera, alsjeblieft, ik weet niet wat we moeten doen, Najera. Wacht even. Naas. Ik zweer. Oh, weet niet wat we moeten doen. Hoe bedoel je? Mijn stem is heel erg. Alles is goed met mij, hè? Oké, doei! Willem. Dat is wel snel, man. Ja, man. Dat is wel goeie. Hi, man. Ja. We love you. Probleem. Isa. Zo. Ja, mensen, dat is het.
Rosje, ik recht daarin ben. Hey. Number one, number one. Steek hem. Steek hem. Number one. Zo, guys. Dat is een leuke aflevering. Ik was hier zo met. Rosje. En met. Relitza. Guys, we gaan helaas moeten afsluiten. Fijne dag verder. En de best. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.